Siri, die lust wel een glas. Die lust ook nog wel een paffie. Een paffie. Ik had beste kijkers, dus we zijn aangekomen bij een dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij deze gloednieuwe video van Urbex Bird. Ik ben de Sint, mijn stafbroer. We zijn aangekomen bij het eerste verlaten gebouw van vandaag. Dames en heren, vandaag staan wij bij België bij een nieuw gebouw. Ik ben de Sint en ik ben vandaag met de stoomboot binnengekomen hier in België om voor jullie te gaan kijken naar verlaten gebouwen. En we gaan kijken wat er binnen ligt in het eerste gebouw. Het is een verlaten restaurant, werd de Sint verteld. En we gaan kijken of we kinderen binnen kunnen belonen met snoepjes. Nee, dat klopt een beetje raar. Ik loop helemaal zwaar onhandig met het pak en alles, joh. Oh! We zijn binnengekomen, wij. Zo zit hij. We gaan er binnen. Kijk uit, hè, Sint. Je bent wat ouder, hè? Ik ben wat ouder dan jullie. En we zijn in een verlaten gebouw. Hotel. Hey, dat is dat een zonnebank, gehad? En de Sint die wil graag een beetje bruin worden. Nou, ik kom net uit Spanje vandaan. Kijk. En dan heb je hier gewoon een zonnebank. Kijk, en dan gaat hij zien. Die ging hem hier vroeger altijd zo. Lekker op lichten. Er ligt nou allemaal glas op, dus de Sint die gaat er niet op liggen. En dames en heren, kinderen. Jullie moeten allemaal liken en abonneren, anders gaan jullie mee naar de route. Waar is mijn maten gebleven? Waar is mijn maten nou? De Sint is zijn maten kwijt. We gaan mijn maten zoeken. Kijk, hier had je vroeger een bar. Dit is een bar. Dus ze zijn zo druk. Oh, ik heb glas hierbij. Hier staan we in een verlaten gebouw met facturen. God, Shimano 18.000. Moet je kijken, gap. Oh, mijn handschoenen zijn helemaal vies. De Sint vindt het eigenlijk helemaal niks in die verlaten gebouwen hier. Maar ik heb gehoord dat jullie kinderen het heel leuk vinden thuis. Dus we gaan verder. De Sint die lust wel een glas. De Sint die lust af en toe ondertussen ook wel een pak. Wat de fuck is dit? Dames en heren, jongens en meisjes, we lopen hier nu in een verlaten gebouw. Wie van mijn lieve schatjes die wil deze thuis opgestuurd krijgen? Stuur maar een tikkie. En kijk, hier zit echt een heel groot gebouw, daar gaat het nog verder. Oh shit, die gaat even een kijkje nemen. Wat is dit, jongen? Shit, die lust ook nog wel een paffie. Een paffie. Mijn maat is ervan. Oh god, Shimano. En dan heb je hier, ik weet niet. Dit zal wel de keuken zijn geweest, oh mijn lieve kinderen. We zijn alleen de snoepjes vergeten. Dus we gaan nog straks even snoepjes halen en uitdelen aan kinderen. Zullen dit leuk vinden? Anders maakt het mij niet uit. Schuim eens een lichtje voor me. Hij doet dit niet. Ik zie ook niet of er een gat zit hier of wat. Kijk, al die stoppen zijn uit. Oh, alle stoppen zijn eruit gehad. Wow, wow, wow. Lief, ik wil even mij even mijn mantel vasthouden als ik de trap op loop. Dankjewel. Oh, god. Vloeken de Sinterklaas. Ik had deze ook nog bijna van mijn broek af. Godverdomme. Jongens, we zijn aangekomen bij de volgende slachtoffer van vandaag. Nee, we gaan even kijken of kinderen hier lief zijn geweest en wat hier allemaal te beleven valt. Maar dit is helemaal knoppen. De Sint wil niet weten wat hier zich heeft afgespeeld. Hier zit een badkaart. Hey, liever. Moet je kijken, hè? Er liggen hier allemaal dingen. En de Sint die heeft een vraag aan jullie. Zijn jullie lief geweest? Wat denk je niet? Ik ben de beste Sint. Ik kon niet lopen. Ah, partijen. Hoppa.
Kijk, potje Sam. Potje Sam. Potje Sam. Potje Sam. Potje Sam. Ho, ho, ho. Wij gaan even mensen lekker binnen hier even bevredigen met een lekker potje Sam. Ho, ho. Wat ligt hier? Mijn kinderen. Een verlanglijst. Een potje Sam. Het verlanglijstje. En hier ziet de zin nog allemaal verlanglijstjes. Van kinderen die niks gaan krijgen. Hier moet je niet staan. Want de zin die voert straks door de kamer. Zijn het allemaal voor brieven dan? Oh, kijk, van de bank gewoon. We gaan bouwen. Oh, oh, oh. De zin die loopt over hem ook zo naar boven. Oh, dit is het dak. Nooit toch? Kom op het dak. Zo dan. Sint vindt dit maar helemaal niks. Ho, ho, ho. De Sint moet zich erbij blijven even staan. Ja, lopen, kom op. Oh. De Sint moet zich op het gemak. Ik bedoel, we staan op het dak. Dames en heren, we staan hier met Sinterklaas op het dak. Dag, 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 lieve kijkertjes allemaal. Vandaag staan wij in België voor jullie op een dak. Om voor jullie te kijken naar verlaten gebouwen. De Sint is vandaag met jullie meegekomen. De Urbexbeurt heeft gevraagd of de Sint vandaag mee wil. En we staan hier nu voor jullie in België. Dat jullie een blauw duimpje omhoog moeten achterlaten. En anders krijgen jullie allemaal geen snoepjes. Op 11 december. De Sint, ik wil nog even kijken wat ze hebben in de kelder. Klampen niemand. De Sint die heeft een hele mooie zaklamp gekregen van Zaklamp Piet. Die heeft speciaal voor deze aflevering een mooie zaklamp gemaakt. En die laten wij achter in dit gebouw voor de bezoekers. Maar we gaan eerst de kelder in. Wat? Sinterklaas is niet zo snel, hè? Hoppa. Ho, ho, ho. We lopen hier nu in een verlaten kelder. En dit is ziek. Ik weet niet wat dit allemaal is. Een wasmachine. Hebben jullie nog geld, jongens? Dan kunnen we het even wit wassen. Sint namelijk niet van vies geld. Die gouden staf. Dat moet een diamant worden. De Sint weet alleen niet hoe de was werkt. En ik hoor een straaltje lopen. De Sint die is er klaar mee. De Sint die gaat dit gebouw uit. We gaan naar het volgende gebouw. Dag lieve jongens en meisjes. Sinterklaas doet even de hoed af. Want Sinterklaas is niet op cap. Maar we komen hier. Een rollen behang. En klappertjespapier. De Sint ziet hier allemaal mooie inpakpapier. En dan gaan we mooie cadeautjes voor jullie inpakken. Fijne dag. Nou mensen, het was weer een heel mooi gebouw om te bekijken. Sinterklaas die is een beetje moe, ik ben al zo oud aan het worden. We zien jullie wel weer bij het volgende gebouw. We gaan weer op het paard, gaan we er weer door. Het witte paard, Americo. Het gaat nog steeds goed met hem. En Sinterklaas, oud. Oh, 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 we zijn er. We zijn aangekomen bij de kindjes zullen niet hebben geboft. Sinterklaas weet niet wat hij ziet. Urbexbeurt zei je, hè? Zo heten jullie. Oké.
En dit doen jullie altijd. En waarom? Wat is er zo leuk hier aan? Toen ben ik hier ook altijd geweest. Toen de bewoners hier nog woonden. Nee. Oh, voor de kindjes? Nee. De Sint, die kwam hier altijd. Lekker. Eén kamer verder. En hier woonde dan de kleinste Bink. Hier, kijk, hier heb je dat. De kleinste Bink die woonde hier. Ja, de kleinste Bink in de grootste kamer. Die woonde hier. En ja, deze jongeman die luisterde nooit. En ik zie dat hij nog steeds dat bureau hier hebt staan. Ja. Ja, ik had hem beloofd dat ik hem zou slopen. Maar ja, dat doen we niet. Nee. De Sint die heeft zich bedacht. We gaan weer. We gaan naar een horrorhuis. Hebben jullie er ook eentje? Let's go. Jij pakken voor me gehad. Dag lieve jongens en meisjes. We zijn bij het eerste gebouw geweest met Urbex Bird. We gaan door naar de volgende. Dit is een hele mooie ervaring. Ja. Dag lieve mensen van Urbex Birds. We staan hier bij een verlaten gebouw genaamd Machine D. Wat er uiteindelijk binnen te vinden valt. Dat zullen wij samen met jullie gaan meemaken. Wij gaan vandaag ook heel wat kindertjes blij maken met snoepjes. Als jullie ons tegenkomen, zeg gerust de dag. En het is geen probleem, ik ben vandaag mee met het team van Urbex Birds. En we gaan kijken wat we meemaken met hen. Het zal een hele mooie dag worden, hebben ze beloofd. Als dat niet zo is, krijgen ze de roep. En dat is met mij. Dag beste kinders. We zijn aangekomen bij het volgende gebouw. Bij een fort uit 1888 en 1891. Waaruit een onderzoek is gebleken. Dat blijkt dat er misschien geesten in dit gebouw zijn. Maar Sinterklaas, die zal eens even kijken voor jullie. En zal eens even zorgen dat het veilig wordt voor de volgende urbexes die hier nog gaan komen. We gaan naar binnen toe. We gaan een kijkje nemen. En een fijne Sinterklaas. Het is er toch een prachtige dag, heren. Sinterklaas dit nog allemaal doet op de leeftijd van me. Dit is het enige probleem. Wat hebben we toch een mooie baard, hè? Goeie. Ja, hier iedereen zwaait aan me! Oh, dat moest ik niet zeggen natuurlijk. Dit is natuurlijk doodnormaal. Wat gebeurt de hele dag? Dag lieve kindertjes. Ik ben hier nu in het verlaten gebouw aan het bekijken met Urbex Birds, waardoor ik vandaag iets later aankom in Nederland. Maar dat is geen probleem. Kijk deze video en ik hoop dat jullie het liken. Voor YouTube. Hier de Sint die klinkt zo. Zo, de Sint is binnen. Maken jullie? Zo warm. Ja, die werkt nog. Niet doen. Doe het. We zijn hier in een speciale locatie voor jullie. Uitgekozen door het team van de Urbex Birds. En er ligt hier nog allemaal spullen. En dit is een redelijk nieuw gebouw. Op de markt gezet. En zoals je kunt zien. Zou Sinterklaas hier even rustig een boek kunnen lezen voor de kinderen. Er staat ook een auto in de tuin. Helemaal open. Sinterklaas weet ook niet of hier iemand woont. En Sinterklaas heeft geen idee wat het is. Ik ga het aan het bel bij Sinterklaas al. Sinterklaas, die heeft ook een blaas. Oh,
kaasvlees. Huh? Oké, let's go. Zou Sinterklaas is niet zo goed in het lezen van Frans. Dus dat gaan we ook niet doen. Sinterklaas verbaast het een beetje dat het hier allemaal achter is voor een veroud veld. Hier had het Sinterklaas gevonden. We hebben weer 43, we hebben weer een mooie fles gevonden. Sinterklaas heeft altijd geleerd dat je niet mag stelen van de armen. Ja, wie zegt dat die armen hebben gewoond? Er ligt hier wel berghandschoenen. Of wel berghandschoenen. Sinterklaas durft dus niet eerlijk te vertellen of dit gebouw verlaten is. Maar we zijn er. Kijk eens even. Oh, dat is deze. Ik vind dat ze hebben. Sinterklaas die hoort stemmen. Er ligt niet. Alleen de radio. Kijk even dan.
Sinterklaas die kan niet meer met... Wees lief. Dag lieve kinderen. We staan hier bij een discotheek. We gaan naar binnen toe. We gaan dansen. We gaan een mooie dag maken. En ik heb mijn voet pijn. Ja, dit is leuk. Het is een urbexer geworden. Echt een urbexer. In de discotheca. Ik dacht dat het podium daar is, dus ik vrijwel in het hier zit. Trappetje. Sinterklaas die had altijd al deze taal bij zich. Wat dan? Deze heb ik altijd al bij me. Want Sinterklaas die houdt ook best wel van vrouwen. Wat Sinterklaas dan was met die vrouwen deed, dat was hij pakte dan zijn touw. Dan deed hij eerst een paar keer zo. En dan... Dan smeet hij. Auw! Meisje, Sinterklaas is er helemaal klaar. Sinterklaas is er helemaal klaar. Hij stroopt zijn eigen op. Zo. Oh, hier zit gewoon een trap, man. Hier zit gewoon een trap, slappen. Hier zit gewoon een trap. Dan gingen ze die vissen bouwen. Zo. Boop, boop, boop. Het ligt allemaal shit, broer. Zes, komt ie. Sinterklaas die komt een drankje doen. Sinterklaas weet het niet. Ik ben geweest met de Urbex Birds bij een discotheek. Een fascinerende locatie. Ja, ik vond het eigenlijk wel leuk en ik vind het wel leuk wat deze jongens doen. En ja, laat de blauw duimpje omhoog achter. Ja, man. Moeten we niet eerst even een hele intro? Zo zit hij. In één keer. Ach, man. De Krikkie Klaas. Dag, lieve meisjes. We zijn bij dit verbouw geweest. Ik mag ik met mij heen. Het gaat helemaal stuk, dit pakje. Nou en? We zijn binnengekomen, wij. Daar gaat ze mij zijn. Film die het? Ja, man. Oh, god. Felicitations, c'est bien. Hallo.